Welkom bij de instructievideo Smart Walls Wall Gaps. Met deze functionaliteit kan ik kopse kanten van wanden muteren. Allereerst zal ik u leiden naar de Gap Configuration by Wall Type. In deze Gap Configuration ziet u een lijst met alle wandtypes. De groen gekleurde zijn ook daadwerkelijk aanwezig in het project. In deze laatste kolom vindt u de gap distance. De gap distance geeft de gap aan die aan de kopse kant eventueel noodzakelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan stelruimte. Deze staan nu allemaal op 0. Stel dat ik bijvoorbeeld aangeef dat de kalkzandsteen op 20 moet staan. Er zal nu niet direct iets gebeuren. Echter wel wanneer ik nu een disallowed joint toe ga passen aan de wand. Deze disallowed joint kan ik ook nog wat modificeren via de wall modification configuration. Deze staat nu namelijk op shorten at both ends. Wanneer ik nu een disallowed joint zou toe gaan passen, dan zal hij aan beide zijden bij het kalkzandsteen 20 stelruimte aan beide zijden gaan aangeven. Dat is niet gewenst. Ik zou het maar aan één kant willen en bijvoorbeeld at start point. Wanneer ik nu een selectie maak van al mijn kalkzandsteen en een disallowed joint ga aangeven, dan zult u zien dat aan één zijde nu een stelruimte is gekomen van 20. Zit hij verkeerd om, dan kan ik heel makkelijk de Shorten Picked Wall End kiezen en hem aan de andere kant klikken. Dus u klikt eigenlijk zelf op de wand welke u langer of korter zou willen, via Shorten Picked Wall End. Ook binnenwanden, die nu een aansluiting maken naar het hart van de aansluitende wand, wilt u wellicht ook inkorten via de disallowed joint. De disallowed joint kan hierbij wel gewenst zijn aan beide zijden. Daarom kunt u de wall modification configuration weer op both ends bijvoorbeeld zetten. U maakt een selectie van alle binnenwanden en klikt vervolgens op disallowed joint. Alle wanden hebben nu een ingekorting gekregen en hebben nu ook een correcte lengte voor uw schedules.